De Shark Spartan GT Pro van het merk Shark is de opvolger van de Shark Spartan GT Carbon. Deze integraal helm is een nieuwe aanwijs van Shark in haar sport -touring -lijn. Dus blijf kijken om erachter te komen welke features en specificaties deze helm heeft en hoe goed hij presteert op de weg. Hallo allemaal, team van Champion Helmets hier en welkom op ons kanaal. Hier voor me heb ik de gloed nieuwe Shark Spartan GT Pro. De helm is ECE 22.06 gecertificeerd, wat je op elke nieuwe gereduceerde helm ziet. Dit heeft invloed op de resultaten die we later in deze video zullen bespreken. Voor we gaan beginnen met de review in de studio en de roadtest, eerst wat algemene punten. De Spartan GT Pro heeft een ovale pasvorm en is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 2XL. De helm heeft een verkoopprijs van ongeveer 490 euro en omdat deze helm een sporttouringhelm is, zal hij concurreren met de Shoei GT-R2, HJC Alpha 70 Carbon, Bell Star Deluxe MIPS. Scorpion Exo, Vitrion Air Carbon en enkele andere helm zonder geïntegreerd zonnevisie, zoals de Shoei x 2 AGV K6, HSF70, Pro Profil V en de Icon Airflight. We gaan de review beginnen en dat doen we met het ondermateriaal. materiaal. De Shark Spartan GT Pro is gemaakt van carbon. Carbon is het beste materiaal dat je kunt krijgen omdat dit lichter is en betere bescherming biedt in vergelijking met een helm van glasvezel of polycarbonaat. Naast de carbon-buitenschaal is de helm verkrijgbaar in twee buitenschaalmaten. Wat geen geweldig resultaat is. Want hoe meer buitenschaalmaten een helm heeft, hoe beter. Een helm met meer buitenschaalmaten is namelijk veiliger en ziet er ook beter uit. Dus als we het aantal buitenschaalmaten optellen en omdat de helm gemaakt is van carbon, zien we dat de Spartan GT Pro 3,5 ster verdient voor het ondermateriaal. Als we dit vergelijken met zijn concurrenten, zien we dat hij het goed doet. Met 3,5 ster verdient hij evenveel sterren als de GT-R2, half-saved carbon en de Profile V. De Belstar DLX was de beste helm met 4,5 ster omdat hij gemaakt is van glasvezel en in 6 buitenschaalmaten wordt geleverd. Wat erg veel buitenschaalmaten zijn. We gaan verder met een zeer belangrijk onderdeel en dat is het gewicht van de motorhelm. Het gewicht is een belangrijk onderdeel omdat het je rijervaring beïnvloedt. Als je een zwaardere helm draagt raakt je sneller vermoeid in je nek en ben je minder geconcentreerd op het rijden. Dus hoe lichter de helm, hoe beter. Bij het wegen van de Spartan GT Pro in een maat M gaf de weegschaal 1.464 gram aan, wat een interessant resultaat is. Nieuwe ACE-gecertificeerde helmen zijn normaal gesproken aan de zwaardere kant, omdat er meer materiaal moet worden gebruikt om aan deze eisen te voldoen. Hierdoor krijgt de Spartan GT Pro 4 sterren voor het gewicht en als we hem vergelijken met zijn voorganger zien we dat hij slechts 50 gram zwaarder is. Maar hoe doet hij het in vergelijking met zijn directe concurrenten? Als we naar de grafiek kijken zien we dat de Spartan GT Pro zeer goed scoort. Zeker als je bedenkt dat hij zwaarder is door de nieuwe ACE 2206 certificering. Hij houdt zijn concurrenten aardig bij en alleen de K6, NXR2 en de af 70 kabel waren lichter dan 1.400 gram. En nu we klaar zijn met het materiaal en het gewicht gaan we verder met het vizier. De Spartan GT Pro heeft het VZ300-vizier dat krasbestendig is. Het vizier is ook voorzien van een lens. De pinlock die meegeleverd wordt is de Pinlock 120 Max Vision Lens. Een pinlock lens zorgt ervoor dat je vizier niet beslaat bij koude weer. En de Spartan GT Pro heeft een geïntegreerd zonnevizier dat antifok behandeld is. En kan naar beneden of naar boven worden gezet door de schuifknop op de bovenkant van de helm. Als we dit alles bij elkaar optellen zien we dat hij 4 sterren verdient voor het onderdeel vizier. Als we dit vergelijken met zijn concurrenten zien we dat hij het heel goed doet. Alleen de GT R2 deed het beter met 5 sterren. De Spartan GT Pro staat dan op gelijke hoogte met bijna alle andere helmen. Behoorlijk goed resultaat is. En nu we klaar zijn met de review in de studio, gaan we verder met de roadtest. Voordat we met de roadtest beginnen, een korte reminder over hoe we onze gegevens verzamelen. Links zie je een witte thermometer, die de binnentemperatuur van de helm weergeeft. Deze is verbonden met een sensor in de helm. Boven het midden zie je de decibelmeter, die is verbonden met een microfoon die bij het oor van onze rijder is geplaatst. Deze registreert het geluid zoals onze rijder het hoort. Aan de rechterkant zien we een telefoon, die de windsnelheid en de buitentemperatuur weergeeft. Deze is verbonden met een windmeter die we op onze motor hebben gemonteerd. In het midden zie je het dashboard van de motor die de snelheid van onze testrijder weergeeft. Nu duidelijk is hoe we onze gegevens verzamelen, kunnen we de roadtest beginnen met het onderdeel geluid. Bij het testen van de helm op lange stek snelweg met een gemiddelde snelheid van 130 en een min snelheid van 120 km per uur gaf de Spartan GT Pro onze een gemiddelde van 102 decibel. Met dit resultaat verdient de Spartan GT Pro 3 sterren voor geluid, maar hoe goed is dit nou echt? Zoals je in het overzicht kunt zien, scoorde de helm niet zo goed in vergelijking met zijn directe concurrenten. Alleen de F70 en de Airfly deden het slechter met 105 en 110 decibel. De gt 2 en de R70 Carbon presteerden beide uitstekend op dit onderdeel, met beide een resultaat van 97 decibel. We gaan verder met de ventilatie van de helm en we gaan eerst de ventilatiemogelijkheden bespreken voor we naar de resultaten gaan kijken van de roadtest. De Spartan GT Pro Helm heeft één ventilatieopening op de kent die je met een schuifknop kunt openen en sluiten. Aan de bovenkant van de helm zit ook een grote ventilatieopening die je ook kunt openen en sluiten door middel van een schuifknop. Alle warme lucht in de helm kan dan ontsnappen via de spoiler aan de achterzijde van de helm, die je opent en sluit ook weer met een schuifknop. Als we naar de resultaten van de roadtest kijken, zien we op de thermometer dat de buitentemperatuur 13 graden was en de binnentemperatuur 14 graden. Dit betekent dat de temperatuur in de helm 1 graden warmer was dan de buitentemperatuur, wat een geweldig resultaat is. Hiermee verdient de Shark Spartan GT Pro 4 sterven voor ventilatie. Als we dit vergelijken met zijn concurrenten, zien we dat hij het erg goed doet en op gelijke hoogte staat met bijna elke directe concurrent. De Bel Skydelex was de beste presterende helm als we kijken naar de ventilatie, want de helm was 1 graden koeler in de helm vergeleken de buitentemperatuur. De Arai Pro V was de slechts presterende helm op dit onderdeel met een temperatuurverschil van 7 graden Celsius, wat echt een enorm groot verschil is. Nu we het geluid en de ventilatie besproken hebben, gaan we verder met het enige subjectieve onderdeel van deze review en dat is het comfort. Voor dit onderdeel leunen wij op de meer dan 15 jaar lange rijervaring van onze testrijder, die ook alle andere helmen heeft getest te en dus als geen ander de vergelijking kan maken. De Spartan GT Pro voelde vergelijkbaar als de Spartan GT Carbon en bouwt voort op de 3D Morpho Cheekpads, die zorgen voor een perfecte pasvorm. Naast de Morpho Cheekpads is de binnenvoering van de Spartan GT Pro uitneembaar, wasbaar en antibacterieel. Bij deze helm krijg je ook twee chin curtains: één voor de winter en één voor de zomer. Dit maakt het mogelijk om de helm aan te passen aan het seizoen waarin je rijdt. Als we dit als bij elkaar optellen verdient de Spartan GT Pro 4 sterren voor comfort. En als we dit vergelijken met zijn concurrenten zien we dat het wederom alleen de GT r 2 beter presteerde. De a Carbon Star Stardale MIPS Profil V en de XR2 verdienen evenveel sterren op dit onderdeel. En de F70 en Airflight eindigde onderaan de lijst met 2,5 sterren. Het laatste onderdeel van deze review en voordat we gaan kijken naar het totaaloverzicht zijn de features die deze helm biedt. En we beginnen met de Emergency Quick Release een belangrijke veiligheidsfeature die de eerste hulpverleners aanwezig goed kan helpen mocht er iets gebeuren. De helm heeft ook een dubbel d sluiting wat de veiligste sluiting is die een helm kan bieden. Naast de veiligheidsfeatures heeft de helm ook een uitsparing in de EPS-binnenschaal voor rijders die een bril dragen en een voorbereiding voor een Shark-Tooth Prime communicatiesysteem. En het laatste wat we gaan vermelden is dat de Spartan GT Pro is gekeurd volgens de ECE 2206 certificering die verplicht wordt voor fabrikanten bij het maken en ontwerpen van nieuwe helmen. Als we dit als welke optellen verdient de Spartan GT Pro 3 sterren voor features. En als we dit vergelijken met zijn concurrenten zien we dat hij op de gelijke hoogte staat met bijna elke directe concurrent. Alleen de NXR2 deed beter met 3,5 sterren voor dit onderdeel, de EXO 1400R Carbon en de Airfly Priscilla slechter met 2 sterren en 1 ster. Nu we klaar zijn met de review in de studio en de roadtest gaan we kijken naar het totaaloverzicht. Voor het materiaal. Omdat deze helm gemaakt is van carbon en geleverd wordt in twee buitenschaalmaten verdient hij 3,5 sterren voor materiaal. Omdat het gewicht van de helm 1464 gram was verdiende het een solide 4 sterren voor gewicht. En omdat het vizier pinlock lens voorbereid is en een max vizier pinlock in de doos wordt meegeleverd verdiende de helm een mooie 4 sterren voor het vizier. Voor geluid scoorde de helm niet zo goed als zijn concurrenten maar verdiende toch 3 sterren met een resultaat van 102 decibel. Met 1 graad verschil verdiende hij een respectabele 4 sterren voor ventilatie. En voor comfort verdiende hij 4 sterren. En voor Futures verdiende hij een solide 3 sterren vanwege de emergency quick release en een dubbel D-sluiting. Als we alle sterren bij elkaar optellen en de prijs mee berekenen zien we dat de helm een gemiddelde heeft van 3,6 sterren. En dat je per verdiende ster 19 euro betaalt. Wil je nog meer informatie over de Shark Spartan GT Pro? Neem dan zeker een kijkje in onze webshop ChampionHelmets.nl Waar we altijd de laagste prijsgaranties bieden en leuke kortingsbundels hebben. Vergeet ook niet de video te liken en te abonneren op ons YouTube-kanaal voor meer roadtests en reviews. Bedankt voor het kijken, mijn naam is Simon van Champion Helmets en tot de volgende keer.